Ja, ik hou van rare plekken. Nee, dit gaan we. Nee, het is zo dat het museum is verbouwd. En door de verbouwing kwamen eigenlijk andere plekken tevoorschijn. Edwin Jacobs vroeg me om juist met zo'n plek die tevoorschijn kwam, juist zo'n andersoortige plek dan een zaal waar je sowieso al naartoe gaat om werken te bekijken, om daar een nieuw werk voor te ontwikkelen. Ik wilde heel graag die verbinding maken naar buiten toe. Hè, om een relatie te leggen met de tuin en met de schilderijen waar planten op staan. En toen dacht ik van, ik vind die toren, die is natuurlijk helemaal van steen. Met stenen trappen, muren. En mij leek het heel mooi om daar iets anders tegenover te gaan zetten. En ik had in het textielmuseum gewerkt met vilt. Toen heb ik daar laser gesneden met vilt. En daar waren een soort van plantachtige structuren ontstaan. En ik wilde eigenlijk in die toren daarmee aan de slag. Want ik vond dat vilt ten opzichte van dat steen eigenlijk wel een hele spannende combinatie. Gemaakt. Ja. In het midden, zeg maar. Ja, dan kon ik dus op papier niet. Bij dit stuk. Ja. Ja. Op basis daarvan ben ik aan collages gaan werken voor die trappentoren. En gekeken van op wat voor manier kan ik tekeningen maken, daarin gaan knippen en daar een soort van planten uitgaan tevoorschijn laten komen. En van die knipsels hebben we later computertekeningen gemaakt. En daarmee ben ik met het textiellab gaan werken. Die vormen zijn echt bouwstenen. Die gebruik ik echt om aan elkaar te koppelen. En daar ben ik eigenlijk naar aan het zoeken. Dat is ook met deze bijvoorbeeld. Van, heeft hij de mogelijkheid? Ja, daar kan ik heel veel vormen aan gaan koppelen, waardoor je helemaal niet ziet waar die is begonnen. In mijn werk is het eigenlijk heel belangrijk dat een werk versmelt met de wanden, hè, van zo'n omgeving, in dit geval van die toren. Maar ook dat het eigenlijk niet stopt. Dus het groeit als het ware door de wanden heen naar buiten. En doordat het dat doet, ontstaat die verbinding met die tuin. Ja, dat vilt kan ik buiten niet gebruiken. Dus ik ga dezelfde structuren uit metaal laten snijden. Ook weer uitdrukken uit dat metaal. En daar groeien dan ook weer deze. Dit zijn bladvangers. Die worden gewoon gebruikt bij de regenpijpen. En die worden helemaal verwerkt door het beeld binnen. He, die steken daar allemaal uit. En duizenden. En buiten groeien die ook weer uit die metalen structuren. Dat vond ik dus ook heel mooi toen ik die schilderijen van die bloemen zag, hè, in het museum. Daar zijn zoveel kleuren in aanwezig. Ik vind het heel mooi om die relatie. En het klopt ook helemaal met het werk. En het gaat net over dat grijs heen liggen. Dus er komen allemaal draden uit te groeien. En Christina is hier nu aan het vastnaaien in die verschillende structuren. Ja, voor mij is het belangrijk dat iemand is straks aan het. Ja, aan het kijken naar het werk in een van de zalen, maar ziet een glimp van het beeld. En dat een soort van prikkeling is om ook straks door die ruimte te gaan dwalen. Je ziet ook niet, als je in de toren bent, ook de toren buiten. Maar juist dat je bij een volgend bezoek denkt van, hé, maar daar was ik laatst ook. Maar toen zag ik dat binnen en nu is het naar buiten. Dat geeft ook het gevoel dat het beeld helemaal zelf aan het groeien is. En dat wil ik eigenlijk teweeg brengen, hè? Dat je die ervaring gaat hebben. Dat je het beeld op allerlei plekken tevoorschijn ziet komen waar je het totaal niet verwacht.